Ik fietste met mijn ouders door de stad heen en ik hoorde allemaal toeteren en vlaggen en vroeg aan mijn vader van, joh, wat was hier aan de hand? Ja, Willem II is gepromoveerd en vanaf dat moment, in 1979, heb ik Willem II gevolgd en zit het in mijn hart. Je hebt je werk, je hebt je kinderen, je familie en je hebt Willem II. Je wordt zenuwachtig of wordt gespannen. Je trekt je shirt aan, je doet je sjaaltje, pak je en je stapt in de auto. Vaak leeft het de hele dag al zo'n wedstrijd, net als NAC. Dat leeft al weken. Verliezen kan ik deze wedstrijd. We moeten ze als 12e man steunen. Niemand mag zomaar in Tilburg zonder enige tegenstand 3 punten mee naar huis nemen. Dus... Je krijgt zo'n adrenaline stoot, zeg maar. Dat is gewoon geweldig. Yo, dat kan geen seks tegen. Elke teleurstelling moet je weer ombuigen naar positiviteit en ja, blijven gaan. Er is wat mij betreft maar één club in Nederland en dat is Willem II. Dat zit in mijn hart en dat zal er altijd in blijven zitten. Ja, tot mijn dood toe.